Tim Heibrok, Nederlands kampioen skiflichtgewicht, opvolger van Jaap Schouten. Dat doet je wat? Ja, dat doet me zeker wel wat. Ik had het, ik wist natuurlijk pas op het laatste moment deze week dat ik ging skiffen. En eerst wilde ik niet starten. Ik dacht, ik wil natuurlijk wel zeker weten dat ik ga winnen. En ik denk, nou, laatste week nog even skiffen, dat gaat me niet lukken. Maar toen stapte ik 2-3 keer was ik in de skiff geweest. En toen kreeg ik echt vertrouwen. Toen zei ik tegen mijn coach, we gaan toch gewoon doen. En laat ik het maar gewoon proberen. En het ging erg lekker, dus ik ben echt blij dat ik nu Nederlands kampioen ben geworden. Ja, gewoon doen, dat betekende dus voor jou dat je dan Nederlands kampioen moest worden. En, ja, maar dan moet je het ook nog wel waarmaken natuurlijk. Ja, zeker. Ik voelde echt voor mezelf dat ik het moest doen. Want ik wilde, als ik dan in de skiff ga, ik ben al heel veel jaren tweede geworden. Dus ik denk, ik moet het dan nu ook gewoon echt doen als Jaap niet is. En dat was wel lastig. Ik kreeg wel steeds meer vertrouwen in na wedstrijden. Maar zo die halve finale was natuurlijk zwaar vanochtend. En toen dacht ik wel van nou, het kan wel eens lastig gaan worden. Maar gelukkig ging het ook gewoon in de finale goed. Hoe was je finale? Vertel eens hoe het ging. Het was wel grappig. Ik ging dus best wel goed uit de start. En ik denk van, ineens voel ik zo mijn riem wegschieten. En ik denk, zit ik nou tussen de ballen? En ik kijk, nee, ik lig gewoon in het midden van de baan. Het was dus een vis waar ik precies op inpikte. Dus ik sloeg dus bijna snoek in de start. En daardoor viel ik even weer weg. Maar ik had dus gelukkig dit keer zo'n goede start dat ik nog steeds wel een beetje voor lag. Dus ik ging gewoon door en het heeft me gelukkig niet zo heel veel gehinderd. Het was maar een klein beetje dat mijn riem wegschoot. Dus ik heb het heel snel opgepakt en eigenlijk gewoon door ervoor gaan liggen en ervoor blijven. En ik heb niet heel erg geprobeerd weg te trappen, gewoon mooi ervoor blijven. Zodat ik nog, als het echt nodig was, gewoon nog kon wegsprinten. En in de sprint was je ook niet bang voor die anderen meer? Nee, in de sprint was ik niet meer bang, want ik weet wat ik in de eindsprint kan. En ik heb het niet eens echt helemaal weg hoeven geven. Ik had genoeg afstand in het begin gepakt.